Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Ik ben alweer in real life met Jordi om hier, hij zit hier naast me, hier. Daar is hij. Om weer van zo'n fortuinstraat te spelen en dit keer mag ik beginnen. Mooi. Dan hoeven we de settings niet aan te passen, dan mag je beginnen. Ja, typisch. Zo is de game, hè. Die doen alles aan om je leven zuur te maken. Hier, betalen! Ik zou het wel typisch vinden dat er eigenlijk door de hele game heen gaat. Dat je in de achtergrond de hele game ziet. Maar... dat zou wel grappig zijn. Ja. Maar je merkt nu ook wel het verschil tussen... Oké, je speelt het nu met z'n tweeën naast elkaar. Mm-hmm. Of je doet het online. Want in deze lijkt hij nou niet één keer. Nee, dat, inderdaad. Dat scheelt heel veel, ja. Target amount is 18.000 voor de mensen thuis. Nou, Angelo, ga naar links. Dank je, Angelo. Dan heb ik een hele rij voor me alleen. Wow, dat je zo wel bent. Nou, graag. Geliefde wel. Wojo, wat is die rode ster daar? Die rode ster? Ja. Dat is hogere commissies. Dus in plaats van 10% krijg je volgens mij 50%. Okay. Je komt bovenlangs, hè? Dat weet ik, alleen dan moet die nog een heel rondje voor die suit. Ja, oké. Okay. Snap ik. En dan loop je heel snel heel ver achter als je die niet hebt. Nou ja, als je die shop had overgekocht voor 5 keer is value, dan ga je ook heel snel achteruit. Dat is 16.000. Ik denk alleen niet dat we op dit bord een 8 gaan krijgen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik shot een heel rondje. Oeh, oh, dat is niet die dure. Nee, maar die dure ga ik nou nog niet kopen. Dat is nog iets te duur. Ja. 1. Oeh, er zit wel een 7 op. Ja, maar ik denk dat 7 de hoogste is. Want als je 8 doet, dan kan je letterlijk een kwart van het bord doen. Ja. 1. 5. Nou. Hij staat laatst in zuur. 2. 3. Jij haat ons, hè? Jij wil... ja. Nice. Je zit zo mooi bij elkaar. Ja, oké, maar dan gun ik ook iedereen een... woning in die straat. Leugens. Nee, dit zijn leugens. Dat wordt betalen. Round of blocks. Dat zal niet betalen worden. Heb ik iets gekregen? Ja. Wauw. Ogen waren dicht. Zat hier gewoon zo. Dit is ook. Het is jammer dat je level 1 bent. Ja. Maar ja, als je zo wil winnen, ik vind het allemaal goed, joh. En dan ben ik net eerst op, 3 na. Ja. Ja. Vier. Zie je, dan krijg je 50% van de payments in plaats van. Zoals het hoort. 3. Iedereen in dezelfde straat. Ja. Dus dat is gewoon zo meteen onderhandelen met elkaar. Dan krijg jij die straat, Jee, heb ik geen kloot aan, want ik sta letterlijk bij niks. Nog, hij mag nog een keer gooien. Geen race, hè? Nou, ik dacht van wel. Het heet toch Fortune Street Race? Altijd mooi die rennen plekken. Yeah. Gaat hij dat doen? Gelukkig niet. Kijk, als je gewoon graag bij mijn winkels wil komen, vind ik helemaal prima. We zijn nou weer helemaal klaar mee. Een heel bord waar nog niks is gekocht, die helemaal wil mij. Mm-hmm.
Godverdomme, het is echt niet te geloven dit. Het is niet aan boord. Nou, het kan altijd nog. Je weet hoe sommige borden altijd lopen. Het is heel moeilijk om hier uit, gewoon uit jezelf een gele straat te krijgen. Mm-hmm. Betalen, bitch! Nou ja, ik heb al bijna mijn ronde gehad, dus... Nou, wrijf het er maar lekker in. Ja, doe ik ook. Nee, inderdaad, maar het is ook gewoon zometeen... Je ziet ook gewoon, iedereen heeft zometeen straatjes, dus gewoon onderhandelen. Ja. Van oké, ik geef je ook die, dan krijg je die. Ik denk ook dat in deze het misschien makkelijker is om het doel te halen dan om bankrupt te gaan. Ja, dat denk ik ook. Behalve als je zoveel gaat spenden. Nou ja, er zijn nog geen echt veel shops in die rij, dus hij kan het gerust doen. Betalen! Angelo. Ken je die memes met Angelo? Nee. Nou, dat is zo'n moedertje en die Angelo die zit elke keer filmpjes te maken en die moeder een beetje te pesten. Zeg maar. Ze zei, Angelo! Badadadadadada. Oh. Ja, je kan geen keus. Je kan geen keus en je hebt kunnen we naar het volgende bord? Ja, in dit tempo wel, ja. Geen vier. Dat is een vierde van een vier. Lekker goed rekenen. Eén bij. Vijf. Net tussenin? Nee. Betalen. Nou, ik heb dit voor die andere betaald. Ja, net zeker. Want iedereen heeft nou nog maar ready cash, het is geen stocks, hè, dus. Oh. Dit is die dure, hè? Ja. Zes, je ziet het wel rechtsboven, 6,80. Als er iemand op komt, is het mogelijk. Nou, iedereen moet nog, iedereen gaat het versoetsen, dus... Twee! Eén. Twee. Oh, we moesten drie gooien. Twee had hij niks aan. Hij moest drie gooien. Zometeen gooit hij twee, let maar op. Nee, ja, goed. Maar hij heeft er wel bijna Monopoly. Angelo gooit drie zo. Jij ook. Jij niet. Dat schiet niet echt op dit. Jij gooit een derde van drie. Ja. Ga ik naar links? Nee. Gooi nog een keer. Ah, oh, hebben zo flikken. Je weet waar je hem moet zetten. Welke ga je verkopen? Oh ja, maar daar, oeh, heb, ik, daar, daar heb ik wel interesse in. Ja, mag hem kopen voor mij. Yep. Ik was al aan het kijken van, Youngers heeft ook interesse in, maar Youngers kan niet betalen. Zijn ready cash is 222, ja. Dus als je hem nu al kan nakken met iets. Mm-hmm. Als Youngers er 2 gooit, dan wordt het uitkijken voor hem. Ja, dan mag je shops gaan verkopen. Nou, nog niet, want hij kan dat nog betalen. Oh, ja. 2 of 3? 5, tussen 2 en 3 bij elkaar. Bam. Ja, je hebt bijna een promotie, dus dat maakt niet zo heel veel uit. 2. Nee. Twee. Dat is een 3 keer 2. Flikken. Allebei van die lullen. Ja, ik ga wel horizontaal. Ja, dan ga ik ook wel horizontaal straks. Zet ik hem onder jou neer. Prima. Jee, betalen! Net aan het einde van de streep nog even zo van nee. Hier. 1. 5. Dan leeft hij toch niks aan. Ja, hij heeft ook niks aan. Ik heb 100 goldje. Nee, die is wel interessant. Mm-hmm. Het is wel een van de belangrijkste om te hebben, ja. Mm-hmm. Het is rood op de lange streep. Mm-hmm. En meer dan van de tijd nemen mensen de lange streep, omdat ze, nou ja, ze willen de zoet. Mm-hmm. Ja, Youngers met de eerste promotie. Genghis Khan. Wat ga je doen?
Ja, true. Zijn de strikt. Slim. Dat schiet niet echt op. Ja, weet je wat zo kut is? Als ik die andere twee rode wil, dat kan wel. Maar dan moet ik een extra rondje lopen om de suits te halen. I know. Eén. Het is geen één. Het is dubbele van één. Ja. Iedereen gaat investeren in Youngers, maar wij zien de AI niet heel vaak spruisen, dus ik ben van mening, zoveel zin heeft het niet om mee te liften op de AI. Dit is niet heel vervelend. Nee, maar dan kan je zo meteen bepalen. Stil. Dank je, Siri. Jij laat Siri gewoon binnenkort een keer spelen. Ja. Het zijn goedkope stocks, dat. Ja. Ja, je moet dat stoppen. Je hebt één gegooid, dus. Hier is de laatste. Dat weet ik. Dat heb ik in de gaten, ja. Maar ja, dat is ook niet zo heel moeilijk om hier laatste te staan. Kijk, ik kan het doen, maar dit lijkt me beter. Dat lijkt mij voor iedereen beter. Ook al... Kijk, maar ik heb ook niet echt dingen die ik met jou kan ruilen. Nee. Kijk, ik kan wel bijvoorbeeld die 44 ruilen, maar ja. Mm-hmm. Heeft dat veel zin? Niet echt. Als ik 3 gooi, dan ga ik het wel doen. Ja, nee, natuurlijk. Mm-hmm. Oh, als je binnendoor gaat, kan ik naar beneden. Ja, dat deed Angelo dus niet net. Ah. 3. Dat is 2 keer 3. Het worden gewoon mengelmoestraatjes dit. Dat is allemaal goed. Nou ja, als ze willen ruilen wel ja. Als ze carvers zijn zoals de vorige pot, dan nee. Wat een lul. Ja. Aan de andere kant, misschien kan je ruilen. Ja. Of hij wil ruilen, dat is een tweede vraag. Hé. Hey. Maar daar sta ik nu net op. Ah, dat is lullig. Ja. Ja, jij en ik beide. Aan de ene kant is het nog te vroeg in de game om bepaalde dingen te doen. Aan de andere kant zit je ook zo van, ja, hun kopen letterlijk ook alles op. Mm-hmm. Ik ga gewoon eens proberen zonder geld erbij te geven. Want ja, prima. Nee. Ik vind het ook zo mooi, dat is ook niet vragen om geld. Gewoon van, nee. Jij en ik zijn er hetzelfde in, pas alleen sproes wanneer je bijna een Monopoly hebt. Ja, en als je een beetje geld hebt ook. Ja. Lekker voor je. Hoeveel stocks heeft hij? Veel? Vijf. Een minigame. Een minigame? Memory block. Blokkeer? Ja. Oh, deze is leuk. Deze is gewoon leuk. Dit is weer lullig. Heenie, meenie, miney, mo, catch the tiger by the toe, if it run dandy. Dit is de D. Ik heb geen idee waar D zit. Maar blijkbaar is D een goeie. Maar kan je dan... Ik kijk zo meteen even of hij dan weer naar links kan of dat hij naar rechts moet. Maar anders kan je gewoon cirkeltjes lopen. Ja. Ja, net degene. Huh? Oh. Ja, je hebt het in plaats van stockshops geselecteerd. Dus. Kan gebeuren.
Forced buyout. Hij heeft ook het geld niet voor, dus dan is het... Nee. Prima. Ik heb er nog niks aan. Maar dat is alleen bij jou, hè? Dat is alleen bij mij, ja. Failures of all my shots, drop bij 13%. Mooi. Ik heb nog niks geïnvesteerd, ik heb nog niks mee gedaan, dus... Helemaal prima. Want of ik nou 50 krijg of 46... Ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Het is voornamelijk vervelend, bijvoorbeeld met jou de vorige keer, dat jou flink er al in had geïnvesteerd. Nee, ik kan dus geen rondjes maken. Elk rondje is anders. Aan de ene kant is het wel interessant. Dus als je een rondje maakt, kan in principe dus altijd bij de laatste stuk van de amp blijven. 3. Ah, commissies. Dus pas later in de game is dat interessant. Nog een keer. 1. 2. Het zijn 2 enen. Trouwens, dit is wel ook goed voor elkaar. Ja, ik krijg 28, dat is mooi. Waarom heb ik zo'n idee dat het of een heel kort potje kan zijn, of een heel lang potje? Hier is gewoon letterlijk, ga maar op zoek naar de race voor een Monopoly. Je hebt iets met die plek. Ja. Maar ja, dit zijn gewoon speldenprikken momenteel. What the fuck? Ja, ik kon niet op landen, dus dan is het al heel snel van... Klaar. Wat een baan. Je bent gelukkig net voorbij. Ja, dat wel ja. En alsnog moet ik het betalen. Ja. Nou, Angelo. Ja, Angelo loopt er zo langs. Kijk. Dat zijn de dingen die we willen zien. Ik vind het wel geinig. Angelo en Youngers lopen vooraan. Wij zitten een beetje achteraan, Thanissen. Nou, jij hier. Ja, Battle Minigame. Ja, Battle Minigame. Spruce. Dat is dus het hele ding. Sommige AI's proest wel, dus hij heeft dus gewoon geen kloot aan die Monopoly. Ja, als ik zo meteen mijn promotie heb gepakt, dan ga ik kijken of ik kan onderhandelen. Lamba. Is dat de ergste? Nee. Nee, dat is het minste. Nee, hij is nog niet op de 510, hè, dus... Het kan nog. ...510 wordt wel tricky als ik er zo op kom. Ja. Ja, Spruce heeft geen zin, hè, dus... 4. Ja. Er zijn nog te veel fake en plots over. Ja. Commissies. En dan landt zometeen Angelo op die 510. Ja. Zou heel mooi zijn. Oh, hij kan naar links. 4. Hij had anders naar links gegaan. Nou, jij bent zijn enige blokkade voor de Monopoly. Ja, dan mag je me wel wat van bieden als je die wil. Ja. Van mee. Ja, I know. Hoe heeft hij de schoppen dan gemist?
Want ik kwam toch van die kant? Daar ging ik tussendoor, denk ik. Je hebt de schoppen niet gemist. Ik sta nog niet op het bord. Nee. Een beetje anders dan het vorige potje. Dat is niet verkeerd, maar... Ja, daar heb ik niks aan, want alles is al gekocht. Ik heb vanaf hier ook niet gedaan. Oké, ben je wel een sproes? Nee, oké, ook geen sproesen. Ik hou mijn hart vast. Ja. En nu sta je op het bord. Oh. Dat maakt het niet beter. Ga ik één gooien? Als de game je nakt? Ja, nou, het is de minste. Ja. Heb ik nog relatief geluk. Ja. Je hebt nog stocks, toch? Ja. Dan kom je nog weg. Als ik zo twee gooi, dan moet ik die rode gewoon pakken eigenlijk. Dankjewel. Ja. Het is op zich een mooie kaart om te hebben, maar het is... In deze dingen heb je er geen kloot aan. 6. Die doet wel goed. Ja. Same song. Ja. Betalen, bitch! Dit is gewoon een heel raar woord. Dit is gewoon een heel raar woord. Wat een vuile bitch. Nee, het vuile bitch is dat ik... Dat dit weer hetzelfde verhaal is als net. Dat ik gewoon niet bij de banken komen. In één worp. Oh, hey. Dank u. Hij is zo meteen nog eerder bij de bank dan mij. Nee. En je gooit dit 3, toch? Ja. Yeah. Nou. Dan wordt een beetje groen en geel metseling daar. Ja. Zowel met het gebouw als met de straat. Ja. Moet ik uit gaan kijken. Ja. Jengus, wat ga jij doen? Heel veel gooien. En jou betalen. Ja. Zolang je maar niet op die 580 komt. Want dan kan ik hem waarschijnlijk niets krijgen. Toch niet doen. Waarom niet? Ik heb geen idee hoe deze AI werkt. Maar dan ga ik die andere nooit van hem kunnen krijgen. Waarschijnlijk niet, nee. Dan moet ik een leuk kaartje krijgen of zo, waar ik dat mee kan fixen. Ja. Wow. Omdat je wel met mij kan onderhandelen, niet met hun. Hij had niet veel geschuld of hij had die kunnen kopen, hè? Mooi dat je investeert in geen, maar als hun niks boosten, dan heb je geen klote aan die stocks. Nee, precies. Oké, dan welke gaat hij? Naar links? Nee, dan geen die erover blijven. Nou, dat is klote. Oh, wel moet wel. Zoals jij, dit wordt nog wel een interessante pot. Ja.
Want we willen niks verkopen, dus... Nee, precies. Ik zit ook even te denken wat het beste is om te doen. Ja, je kan niet meeliften op hun stocks. Dat is, dat is het meest verklote. Want als we niks gaan sproesen, ja. Oh. Ja, hij heeft promotie, dus... Oh, ja. Zou nog wat zijn als je die had gekocht? Ja. Nou, commissie, nou ja. Niet zo heel spannend. Ik bouw wel, ja, dat je niet gekocht. Nou ja, liever dat ik hem heb gekocht dan dat het andere hem gekocht. Want ik kan bij wijze van spreken soms vragen van, hey, wil je die verkopen voor die andere? Mm-hmm. Ik vind het klote dat Angelo die heeft gekocht, ja. Mm-hmm. Dat is precies de reden waarom ik die kant op ging. Dan kon ik kijken of ik die twee achter elkaar kon kopen. Ja, je begint met een schone lei, dus... Zeg maar. Level 3? Ja. Ja. Mooi, weer in District G. Maar je doet niks met District G. Het is altijd een choose yourself card. Ja. Ik vind het wel geinig. Kijk eens even naar jouw score en mijn score. Ja, die is een stuk lager dan die van hun. Oh, het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Komt op jezelf. Nee, ik kom op jou. Oh, op mij. Betalen! Dat was mijn hele doel. Ik wil op die 240 landen. Nou, dat zit er niet in. Net niet. Ja, ik ging dat een stukje ook doen, want ik wil, die wil ik hebben. Zie je? Ja. Toch wel handig dat ik hem van tevoren heb gekocht. Ja, precies. Anders had Jungus beide kanten. Nou ja, als Jungus het hele stuk rechts heeft, dan ben je klaar. Dan, Nou, dat is nu het allerbelangrijkste. Gooi ik soms in hoog genoeg voor die 85, ja of nee? Voor hij hoog genoeg voor de 85? Nee. Hij closed all the shops. Ja, daar hebben we geen klote aan.